Goedemiddag allemaal. Ik vind het een ontzettend grote eer dat ik hier vanmiddag aanwezig mag zijn om deze bijzondere gelegenheid te openen. En ik ga u een geheim verklappen. Eigenlijk kon ik helemaal niet hier aanwezig zijn. Maar toen hoorde ik wat voor bijzonder concert er hier op de planning staat vanmiddag. En toen heb ik gezegd, dan ga ik toch wel proberen te schuiven. Welkom in Maden, welkom in de Maaiboom, zeg ik vooral ook tegen mensen hier achter mij. Een bijzonder concert. En dat betekent dus dat muziek de hoofdrol heeft. En muziek is misschien wel de oudste vorm van vermaak die we hebben. En bij uitstek, dat zullen we allemaal weten, het middel om mensen met elkaar te verbinden. Muziek is er als we iets te vieren hebben, als we blij zijn. Maar muziek is er ook als we verdrietig zijn en troost nodig hebben. Maar bovenal is muziek iets wat je samen kunt beleven. Waar je samen naar kunt luisteren. En dat is wat u hier vanmiddag ook gaat doen. Maar nog belangrijker is dat muziek iets is wat je samen kunt doen en wat je samen kunt maken. En zo dat staat hier vanmiddag gebeurd. Zo is dat, hè? En daarom ben ik ontzettend trots dat we niet alleen het Symfonisch Ruimteorkest uit Zevenbergen hier te gast hebben in Maden. Geef ze alvast een groot applaus, want we zitten. Dat het allergrootste talent hier uit de gemeente Drimmelen voor mij links zit en voor u rechts, dat is namelijk de Wilgenband. De haven van de